Hele goeiemiddag op deze woensdag. Het is vandaag 13 september. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe weekvlog. Het is best wel wat afgekoeld als ik het zo voel. Het waait vandaag ook wat meer, wat wel heel prettig is. Ik ga heel even checken hoeveel graden het is. Maar ik merk wel dat het wat meer doorwaait. Het is nu 18 graden. Ja, dat is gewoon heerlijk. Dus dan is mooi de tijd dat het weer wat kan doorwaaien. En dat is wel heel fijn. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden. En daarna Vier Handen op één Buik. Moet er wel zeggen, ik heb daar wat. Ook met mijn moeder had ik het daarover. Het programma is wat dat betreft wel heel erg veranderd. Want in het begin waren de moeders echt nog wel heel jong. Soms waren ze 14. En dan wisten ze ook echt gewoon niet hoe ze dingen moesten doen en kregen ze meer handvaten van de bekende moeders. En dat is nu wel echt heel erg veranderd, want je hebt nu meiden die zijn 18, soms al 20. En dat is nog wel super jong om moeder te worden, alleen ik denk dan ben je er misschien ook wat meer van bewust. Hoor nog wel steeds vaak van ja, het was niet gepland. Dat vind ik dan altijd een beetje ja, hè. Ik bedoel, je weet waar baby's vandaan komen, dus ja. Misschien voorzichtiger doen, dat geldt natuurlijk niet altijd. Want ja, ik bedoel, soms kan het ook gewoon misgaan, al gebruiken ze wel wat natuurlijk. Maar ja, en eigenlijk hebben ze het nu tegenwoordig allemaal wel voor elkaar. En hebben ze niet echt meer, nee, zijn het niet echt meer handvaten die moeders geven. Ja, ze proberen ze dan bijvoorbeeld of zelfverzekerder te maken of dat soort dingen. Dus wat dat betreft is het programma wel heel erg veranderd. Ik heb nog even gegamed, toen ben ik mijn vlog in elkaar gaan zetten en toen zag ik nadat ik hem had opgeslagen dat het beeld van zondag niet pakt. Dus daar moet ik vanavond even mee verder. Hij staat in ieder geval klaar, maar hij moet dus nog weer even opgeslagen worden. In de hoop dat hij dat beeld nu wel goed meepakt. Ik heb mijn foto's bewerkt, zijn nog niet helemaal af. Ik moet nog eventjes een paar, maar dat komt wel goed. Nou, toen ben ik weer Virgin weer even gaan kijken. Maar ja, ik denk dat ik door de eerste deel alweer bijna ja, klaar ben en ik weet eigenlijk niet wanneer het tweede deel online verschijnt. Dat heb ik nog niet gelezen. Daarna nog even boxen en toen ben ik naar bed gegaan en een nieuw boek gestart. Dus dat was wel heel lekker. Ik heb nog twee pakketjes, die ga ik jullie eventjes laten zien. Dan ga ik eventjes hier de boel in huis lekker doen. Maar ik ga jullie laten zien hoe ik de gamehoek heb veranderd. Want ik heb hier wat veranderingen aangebracht. Ik heb eventjes mijn speaker verhangen. Dat heb ik voor jullie gevlogd, dus dat ga ik jullie laten zien. Maar ik zal eerst even de pakketjes laten zien en dan ga ik hier eventjes lekker aan de gang. Doe ik een muziekje aan en dan ga ik eventjes hier volop de boel weer eventjes doen. Maar ik zal jullie eerst even de pakketjes tonen. Ik heb allereerst nog even dat nagellakje bijbesteld van die Meta Face collectie van Catrice. Want die stond nu wel online. Dan heb ik de collectie compleet en dan kan ik daar op mijn gemakje mee aan de gang. En ik kreeg nog een verjaardagscadeautje erbij. Ik ben wel benieuwd wat daarin zit. Oké, dat is deze. Dit kleurtje. Dit is dan de Crystal. Oh nee, Cyber Beauty heet die. Dus dat is deze. Ik ben wel nieuwsgierig. Ziet er leuk uit. En ik kreeg als verjaardag cadeautje een brow styler. Een clear brow styler. Zo'n browsap. Dus dat is wel heel leuk. Dus die heb ik allereerst. Dingen. Kan ik ook weer even opruimen. En dat van de Marskramer is dus nu bezorgd. Maar dan moet ik dat straks ook even klaarmaken. Want dan moet dus nog wat terug. Want wat had ik nou gekocht? Dit apparaat. Het is zo'n apparaat van Lifeit. Daar kun je je keukenrol aan ophangen. En ook twee soorten ja, plastic. En die had ik al een tijdje gezien. Die wilde ik al een tijdje graag hebben. Maar ik vond ze gewoon te duur. Ze waren normaal €35. Nu waren ze dus €10. Toen heb ik het gedaan. Je kunt er zelfs sportjes bovenop zetten, maar die ga ik van het weekend wel even ophangen. Dus die is binnen. Ik zal gelijk even die pakketjes klaarmaken en dan kan dat ook weer weg. Dus dat was dat. Nu ga ik eventjes lekker hier aan de gang. Dus laat ik jullie even zien hoe ik mijn gamebook heb veranderd. Oké, ik ga nu dus even deze verhangen, want deze hangt gewoon te laag. Die hangt hier in de weg, want alles komt nu niet mooi uit.
Dus die gaat wat hoger verhangen worden. Dus moet ik gewoon even nieuwe gaatjes boren. Dan komt de switchhoek ook weer wat mooier uit. Dus dat ga ik nu ook maar eens even doen, want dit irriteert me een beetje. Dit het resultaat. Deze hangt dus wat hoger. Nu past hij er ook veel beter in. Ja, die snoeren, dat blijft een ellendig iets. Daar kom ik nog niet helemaal over uit. Ik zit toch aan te denken om hier zo'n ding te plakken. Ik denk dat ik dat ga doen, want ik heb nog over dat ik hem gewoon zo op maat maak dat hij net hier achter de tv langs valt. Dan kunnen die snoeren erin. Dat is toch wel een goed idee. Dit is dus ook veranderd. Hier staat nu de koptelefoonhouder en dit past nu allemaal ook veel netter. Dus daar ben ik heel blij mee. Gewoon beter dat hij nu hoger hangt. Dus dat is top. Zo, ik ben weer klaar met alles. Ik heb net even het pakket van de marskramer klaargemaakt. Mijn keuken is ook weer een beetje opgeruimd. Dat is ook wel lekker, want dat was ook best wel een beetje een troep na het weekend. En ik had nog niet echt de energie gevonden om daar echt mee aan de gang te gaan. Maar nu had ik het ineens wel, dus dat is lekker. De woonkamer is ook weer heerlijk schoon, dus dat is ook wel fijn. Het is lekker aan het koelen, ook heerlijk. Wat dat betreft is het wel lekker, maar ik had eigenlijk nog wat regen verwacht en die valt maar niet. Maar ja, dat heb ik de laatste tijd wel vaker gezien. Er valt regen, maar er komt niks. Katten hebben ook net lekker gegeten. Zelfs Mickey heeft gegeten. Daar ben ik heel blij om, want die at de laatste dagen niet. Misschien had het ook te warm maken met het warme weer. Maar vanaf morgen krijgen ze de Felix, dus ik denk dat ze dat ook wel heel lekker gaan vinden. Dus ik ben eigenlijk wel blij. Ik ga zo even lekker relaxen, want ik ben een beetje moe. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Eventjes een beetje op tijgers rug kloppen. Die is een beetje aan het hoesten. Vanavond heb je gewoon weer goede tijden. En dan beter laat dan nooit. Dat vind ik wel leuk. En vanavond begint het nieuwe seizoen van Oogappels. Die heb ik al opgenomen. Die ga ik dan vanavond wat later kijken. Ik ga eventjes de vlog die ga ik opslaan in hoop dat het nu goed gaat. Dan ga ik lekker Virgin weer verkijken als ik mijn blogpost heb geschreven en de vlog helemaal heb ingepland. En daarna ga ik dus ook appels kijken en daar heb ik heel veel zin in het nieuwe seizoen. En dan ga ik nog even mijn boek lezen, maar de wekker gaat morgen weer een beetje op tijd, want mijn coach is vrij vroeg. Want die had andere verplichtingen in de middag, dus vandaar dat ze al 's ochtends komt. Dus dat is eigenlijk de planning voor vanavond. En ja, ik ga nu lekker relaxen, dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag, het is 14 september. Ik ben een tijdje geleden al klaargemaakt, want ik heb al boodschappen gedaan. Ik had gisteren al verteld dat mijn coach op tijd zou zijn, want zij had andere verplichtingen vanmiddag, dus ze was er om 11:30. Ik had mijn pakketten meegenomen van de marskramer en ja, die kon ik niet kwijt, want ik moest het bij een GOS-punt afleveren, dus ik liep daar met mijn pakket.
En toen was eigenlijk een beetje het punt, oké, die winkel was dicht. Ik wist niet eens wat voor winkel het was. Bleek uiteindelijk iets met een dierenwinkel te zijn. Nooit geweten dat dat het was. Maar die zat dicht. Die ging pas om 1:30 vanmiddag open. En ik was voor 1:30 alweer terug. Mijn coach zei nog wel, we kunnen het op de terugweg nog proberen. Maar ik was eigenlijk voor 1:30 al klaar. Dus dat werd hem ook niet. Dus ja, toen heb ik hem maar weer mee terug naar huis genomen. Want dan moet ik hem volgende week terugbrengen. Je hebt daar 30 dagen voor. De mensen waren vandaag extreem vriendelijk, merkte ik. Wat ook wel leuk is. Ik had ook eventjes een bier meegenomen naar de Lidl wat ik had gekocht de vorige keer. Omdat het verkeerd was gegaan. Ik had 0,0 gekocht. En ik denk, ja weet je, dan kan ik een beetje terugbrengen. Het was toch nog weer een 3 euro wat ik dan terug zou krijgen. En ik denk, ja, ik heb gewoon niemand die dat gaat drinken. Weet je, er wordt hier überhaupt eigenlijk bijna nooit bier gedronken. Ja, enkel met een verjaardag of zo. Maar verder niet, want ik krijg gewoon nooit mensen die bier drinken. Dus ik dacht, ik neem het mee terug. Ze hebben het teruggebracht. En toen stond ik daar even te wachten bij de klantenservice. En de klantenservice bij mij bij de Lidl zit eigenlijk precies naast de paal waar je je bonnetje langs heen moet halen als je bij de zelfscan bent geweest. Ik zag er al een jongen die was een beetje aan het struggelen. Die kreeg het poortje niet open. Ik zeg tegen hem, ik zeg, je moet het bonnetje iets meer naar achter houden, anders doet hij het niet. Ja, toen deed hij het. Ik zeg, oh ja, check, zegt hij, thanks. Dus die was ook weer blij. Nou, toen ging ik dat bier dus terugbrengen. En toen zij deed dat niet zo vaak. Zij had eerder al een retour gehad die dag en het was niet goed gegaan. Dus ze zei, ja, kun je dat of dat nummer zien? Ik zeg, nou, ik weet niet, want ik had het bonnetje op mijn telefoon. Want het bonnetje hier moet ergens nog wel liggen, het echte bonnetje. Maar bij Lidl, als je de Lidl-app hebt, krijg je hem ook digitaal. Zeg, misschien kun je gewoon eventjes die streepjescode scannen. Krijg je misschien alles te zien. En dat werkte. Ze zegt, nou. Ik zeg, ja, ik dacht, ja, ik heb volgens mij dat wel vaker gezien bij winkels dat ze de streepjescode scannen. Dus ik dacht, ja, volgens mij is die streepjescode er ook niet voor niks op. Dat het juist makkelijker maakt. Dus dat was ook gelukt. Nou, toen was er ook nog iets bij de chocoladereep. Want ik kreeg nog een gratis chocoladereep voor mijn verjaardag bij de Lidl. Omdat ik de Lidl Plus app heb. Dus ik pakte zo'n reep. Toen zei een zo'n vrouw, die stond daar ook bij. Die zei tegen mij, ja, ze zijn in de aanbieding. Dat is altijd wel. Ik zeg, ja, ik kreeg hem nog gratis voor mijn verjaardag. Oh, dus dat is helemaal mooi. Ik zeg, maar aanbieding is ook altijd leuk. Dus mensen waren gewoon super vriendelijk. Maar ik heb alles weer binnen. Dat zal ik zo even laten zien. Ik heb jullie nog even meegenomen naar de HEMA. Ik heb daar uiteindelijk niks gekocht, want ik was op zoek naar karton. Ik had gezien op de website dat ze gekleurd karton hadden voor een leuk prijsje. Maar hier ook bij de HEMA hadden ze dat niet. Want de HEMA hier is gewoon niet zo groot. Dus ja, daar had ik gewoon pech mee. Want ik wil een kaart gaan maken voor mijn moeder. Maar dan moet ik maar gewoon gekleurd papier gebruiken. En dan maar zo'n karton doen. Gisteravond heb ik weer gekeken naar Goede Tijden. En daarna Beter Later Nooit. Was ook weer heel mooi, maar ook wel een beetje aangrijpend. Want Henny Huisman die was helemaal in tranen. Omdat ze iets bezochten wat best wel heftig was. En toen gaf hij heel lief. Hij had zo'n handventilatortje. Die gaf hij aan zo'n klein jochie. Echt super schattig. Ik heb nog even gegamed. Toen ben ik mijn video eventjes opnieuw gaan editen. En heb ik... Of editen, eventjes opnieuw gaan renderen en opslaan. En toen heb ik mijn blogpost geschreven. Heb ik al wat foto's voor het artikel van morgen klaar. En toen ben ik weer Virgin weer van gaan kijken. En ik zei heel erg leuk in de vorige vlog van... Ja, maar hij komt weer in delen. Maar hij staat dus wel helemaal op Netflix. En dat was voor mij ook een beetje een toeval. Maar ik had ergens gelezen dat hij in delen kwam. Maar er staan gewoon wel gewoon 10 afleveringen op. Dus je kunt gewoon in één keer doorkijken. Daarna ben ik met Oogappels weer begonnen. Want dat begon gisteravond weer. Ook een hele mooie uitzending. Ook wel een beetje met een traan erbij. Omdat sommige afscheid namen. Dus dat was ook wel een beetje sneu. Maar ook wel weer heel mooi. Gewoon heerlijk dat dat weer begonnen is. Toen ben ik nog even mijn boek gaan lezen. Toen ben ik ook gaan slapen. Omdat de wekker weer wat vroeger ging. Ik ga jullie even de boodschappen laten zien. Dan kan ik ook opruimen. En dan ga ik eventjes hier nog wat dingetjes doen. Ook wel lekker heb ik de middag voor mezelf. Dus ik zal even de boodschappen erbij pakken. Zo. Muis is een beetje onrustig. Die loopt hier ook rond. Ik heb een broodje. Ik had er 2. Ik heb een pompoenpit broodje. Ik heb er al eentje op. En dan heb ik er vanavond eentje voor bij de soep. Dan heb ik nog even zo'n ding met schnitzels meegenomen. Want ze hadden ze nog. Ik dacht, nou dan neem ik hem nog een keertje mee. Want ja... Dat is wel fijn. Tijgertje, zou jij voor het beeld weg willen? Want mensen kennen jou wel. Dan heb ik weer de toetjes meegenomen. Grote vuilniszakken. Ik heb nu van die hele kleintjes. En die maak ik op, maar ik heb er niet zo heel veel meer. En nu heb ik vuilniszakken van 240 liter. Dat komt, ik heb een hele grote prullenbak. En ze moeten er wel echt lekker omheen. Want nu ontbreekt er dus een stuk, omdat het niet past. Er zit alleen geen trekband aan. Dan heb ik een pak met jus d'orange meegenomen. Dat heb ik al heel lang niet meer op. Daar had ik ook alweer een keertje zin in. De chocomel.
Vond ook wel weer lekker hoor, om weer een keertje fysiek naar de winkel te gaan. De chocoladereep dus. Ik heb een buren genomen. Die krijg je dus gratis als je jarig bent bij de Lidl met de Lidl Plus app. Dus mocht je die app niet hebben, het is wel leuk om die aan te maken. Mocht je bij Lidl komen, want je hebt soms best wel leuke aanbiedingen. Bij de Lidl heb ik deze USB-hub gekocht. En ik wilde het even proberen. Mijn USB-poorten zijn niet meer al te best. En ik heb er nu maar twee. En soms kom ik daar best wel mee in de knoop. Toen zag ik deze. Ik denk, ik wil het toch eens proberen. En wat ik op het plaatje zie, is dat ze ook de computer gebruiken die ik ook heb. Nou ja, ik ga het gewoon proberen. Weet je, als je het niet doet, ik heb de bon, ik kan hem altijd terugbrengen. Dan heb ik shawarma gekocht. Ik wilde eigenlijk cicadelappen gaan eten het weekend, want die had ik nog in de vriezer. Toen dacht ik, het wordt zo warm. Ik ga het niet doen. Ik wacht eventjes tot het iets kouder wordt. Bestekreepjes. Dan heb ik hier weer gewoon de patatjes en de aardappeltjes. Er ligt hier een eenzame boom. Ik heb bonen natuurlijk weer. Maar die boom die ligt hier heel eenzaam in de zak te liggen. Dus ik ga die eventjes terug in het zakje doen. Maakt niet uit, dan is die open. En ik heb een pakje gezeefde tomaten, want ik ga vanavond een soepje maken. Ik merk de laatste tijd dat ik niet zo heel veel zin heb in eten. Dat komt ook wel door het warme weer, maar het ziet er gewoon elke keer tegenop om weer te koken. Wat ik alleen jammer vind, vroeger hadden ze die hersluitbare pakjes en die hebben ze niet meer. En dit hou je gewoon niet zo lang goed. Ja, vooral als je in je eentje bent, je gebruikt het zo. De volgende tas. Ik heb ook nog eventjes weer pedaalemmerzakken meegenomen, want die van mij waren op. Dan heb ik zo'n balletjes gekocht een keertje. Ik dacht, vind ik ook wel een keer lekker. Normaal doe ik de blikjes. Het zijn runder soepballetjes. Was alleen jammer, ik had ze bij de Plus gekocht. Toen kwam ik bij de Lidl, waren ze 20 cent goedkoper. Ja, dan denk je 20 cent. Maar ja, als je dat met alles denkt, dan ben je zo een paar euro's kwijt natuurlijk. Dan had ik wat punten voor het servies van VT Wonen. Ik heb wat mokjes meegenomen. Ik heb er 3. Ik heb nog wat punten, dus ik kan er nog eentje halen. Dan heb ik eventjes weer frikandellen meegenomen. De Rockstar Energy was 1+1. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Want daar hoorde ik altijd best wel veel goede verhalen over. Of die las ik vooral. En die verkopen ze volgens mij alleen bij Plus. En ik dacht, nou, ik ga het eens een keer proberen voor 1+1 gratis. Dan heb ik nog even soepstengels. Ik weet niet of ik ze ga gebruiken bij de soep, maar ik heb ze in ieder geval. En dan heb ik nog slavinken meegenomen. En als laatste, het was eventjes, de goudrenet is hier nu weg. Dat is een nieuwe zaak geworden. Daar was ik eigenlijk ook nog nooit geweest. Mijn coach zei, we kunnen wel eventjes naar binnen lopen. Ik vind het heel eerlijk gezegd een klein beetje zonde van het pand. Het ziet er wel heel mooi uit, maar het is een oude Intertoys pand. Het is best wel een groot pand voor zo'n winkel. Ik denk dat je er ook een hele andere leuke winkel in kwijt had gekund. Maar dan hadden ze haricot verts nu. Die waren 2 euro. Dat is 250 gram. Dus dat is voor mij natuurlijk heel leuk, zoiets. En ze zijn ook al gepunt. En ook al gewassen. Maar ik ga ze nog wel eventjes een keer wassen. Ik dacht dat... je moet ze wel wassen. Er staat bij was en koek. Dus je moet ze wel even wassen, maar ze zijn wel gepunt. Dus die. Dat waren alle boodschappen. Ik ga even opruimen. Dan ga ik eventjes wat dingen doen. En ik laat jullie dan nog even het rondje Hema zien. Ook al heb ik niks gekocht. Waarom is die ingezoomd? Volgens mij vinden ze het wel lekker. Het is alleen even, ik moet dit meer prakken. Dat andere is meer in zout en dit is in gelei. Maar ze smukkelen er wel lekker van. Daar ben ik wel blij om. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat dit gaat. Zo, dit was wel lekker. Ik heb hier mijn sokken, die zijn weer uitgezakt.
Ik heb boven even lekker wat opgeruimd. De boodschappen heb ik opgeruimd. Ik ben weer even verder gegaan met opruimen. Toen ben ik het begin gaan maken met een kaart voor mijn moeder. Dat ga ik in de vlog nog laten zien hoor. Maar het is nu niet zo heel ver af. Dus dat komt nog eventjes. Maar dat komt. Ik zat gewoon eventjes lekker. Ik moest van een filmpje kijken. Want ik kan dit niet uit mijn hoofd. En ik heb het gelijk lekker mezelf lekker moeilijk gemaakt. Maar dat geeft niet. Ik vind het wel een leuke uitdaging. Dus daar ben ik mee begonnen. Dus ja, ik ben wel benieuwd of het uiteindelijk gaat lukken. Nou ja, de katten hebben dus net lekker gegeten, hebben jullie kunnen zien. En nu ga ik zo zelf even lekker relaxen, want ja, heb ik wel even zin aan. Ik ga mijn nagellak er even afhalen, het is heel lelijk geworden. En wat scherpe randjes aan mijn nagels, dus ik moet die gelijk even weghalen. Verder ga ik straks even lekker douchen en dus een soepje maken, dus lekker makkelijk. Vanavond heb je goede tijd en daarna heb je een nieuw programma op SBS 6 met BN'ers en de heren van Koppens. Ik ben wel benieuwd of dat wat is. Ik wil het wel een kans geven. Als ik het niks vind, kan ik altijd wegzeppen. Maar eens even kijken. Ik ga nog heel even gamen. Dan ga ik mijn foto's afmaken met bewerken. Ga ik Virgin weer verkijken en daarna weer Box. En dan ga ik nu hopelijk weer lekker iets langer lezen. Want ik had gisteren nog wel zin om door te lezen. Maar omdat ik een beetje op tijd op moest, dacht ik, laat ik niet te lang lezen. Dus dat is de planning voor vanavond. Maar ik vind het ook wel weer lekker dat de boodschappen nu weer eens zijn. Ik heb nu even last van een onwijze niesbui. Ik heb gewoon half het idee dat de hooikoorts weer terug is. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan heel eventjes lekker in de relax-modus. En dan zou ik bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 15 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb de boel lekker openstaan. Ik heb even gecheckt. Het is nu 21 graden buiten. Ik ben eigenlijk even benieuwd hoe het binnen zit. Dat heb ik al even niet bekeken. Hoe is de temperatuur hier? 24. Oh, dat is wel lekker gedaald zeg. Nou wordt het morgen. Ik heb hem even voor me liggen. Nog wel 25 graden en zondag 24 graden. Dus dat zijn dan nog even twee wat iets warmere dagen. Maar vanaf maandag is het echt klaar. En dan gaat de temperatuur naar beneden. En zou er ook meer regen kunnen komen. Ik ben heel benieuwd. Ik heb gisteravond naar Goede Tijden gekeken. En daarna heb ik de Big Bang opgezet. Dat was een nieuw spelprogramma bij SBS 6 onder leiding van de broers van Koppens. En ik vond het echt super leuk. Het waren drie teams van BN'ers. Ik zal even dit ding wat open doen. Een tijgertje zat te hangen. Drie teams van BN'ers. Die moesten dus opdrachten doen. En dan degene die er het langste over had gedaan, die viel af. En daarna hadden ze dan nog een finale. En bij die finale moesten ze, dus degene die ook weer het snelste was, die kreeg zeg maar dan de trofee. Maar het was op een gegeven moment gewoon heel grappig, want ze hadden zeg maar een soort van trap. Maar er zat allemaal zeepsop op, dus je zag ze steeds naar beneden glijden. Het enige wat ik wat minder vond, dat was een stoel met stroom. En dat had een bepaalde naam en dat deed toch wel heel erg oorlogachtig aan. En dat hadden ze beter een andere naam kunnen geven. Dat vond ik toch wel, wel heftig, zeg maar. Maar ik vond het wel een heel leuk programma. Want ik zei tegen mijn moeder, ik kijk op SBS 6. Toen ging mijn moeder het er ook op zetten. Die vond het eigenlijk ook hartstikke leuk. Dus ja, echt wel weer een leuk spelprogramma. Daarna heb ik nog even gegamed. En toen ben ik mijn foto's gaan bewerken, dat is helemaal afgekomen. Ik heb ze ook al verkleind, want ik moet de foto's altijd iets kleiner maken voor mijn blogpost, zeg maar. En nou kan ik het vanavond gewoon schrijven. Toen ben ik met Virgin weer verder gegaan. Was ook, het eindigde eigenlijk woensdag al super spannend. En toen ging ik dus gisteren verder kijken, toen was dat ook heel heftig. En toen eindigde het gisteren ook weer heel spannend. Dus ik ben heel benieuwd of het dan vandaag wel weer verder gaat. Ik wil er niet te veel over zeggen. Want er zijn misschien mensen die dit ook kijken. Of misschien nog willen gaan kijken. En dan ben je al zo gespoilerd als je dan gaat kijken. Daarna nog even boksen. Toen ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik nog een stukje mijn boek gelezen. Maar ik merkte ook wel dat ik een beetje moe was. Kom maar muisje, je hebt wat in je oogje. Ik ga zo meteen de slaapkamer doen. Ik zal jullie dan ook even laten zien hoe het plankje is geworden. Die heb ik ingericht, die ik had opgehangen. En ik ga ook eventjes de pocket ophangen voor mijn
kwasten van Real Techniques. Dus eventjes lekker aan de gang, even hier stofzuigen. En ja, dat ga ik dan zo eventjes doen. Dus ik zal jullie dat even laten zien en ik ga jullie gewoon weer meenemen. Dus ook wel weer lekker. Weer even lekker schoon bed, even wat was naar boven doen. Want dan kan ik dat weer eventjes opruimen. Daar ben ik gisteren al heel erg mee gekomen, dus dat is top. Dus tijd om even aan de gang te gaan. De pocket ga ik trouwens hierboven denk ik hangen als dat kan. Want ik zie niet echt een andere oplossing. Even kijken of dat lukt. Ik weet niet of het heel mooi zit, maar ik kan hem er altijd weer afhalen om hem te verplaatsen. Eerst even goed schoonmaken, dan heb ik echt alles bij elkaar. En deze spiegel gebruik ik nooit, want ik gebruik altijd deze spiegel. Dus dat zou mooi kunnen. Deze hangt ook. Komt zo mooi overeen. Deze is wel wat vies. Die zou ik eigenlijk een keer eraf moeten halen en helemaal schoon moeten maken. Maar het staat nou net iets mooier. Alles van Real Techniques zo bij elkaar. Ik vind het heel erg mooi staan. Ik zou nog even laten zien hoe het plankje eruit zag. Dit bakje had ik nog over. Er zat een ander roze bakje onder. Maar het bovenkantje had ik niet echt een doel voor. Maar nu heb ik hier dus eigenlijk gewoon mijn sponsjes ingezet. Dus deze twee. Ja, dit zijn van die kwasten van Real Techniques die je niet zo makkelijk neerzet in zo'n pocket. Dus die dacht ik, kunnen hier mooi in. Hier heb ik zo'n klein sponsje in zitten voor mijn concealer. Ik krijg hem natuurlijk zo even niet open met één hand. En hier zit dan mijn andere Real Techniques spons in voor mijn foundation. Hier zit nagellak remover in. Hier zit een beetje oogmake-up remover in. Die moet ik nog eventjes een beetje bijvullen, maar het flesje was leeg. Dan heb ik hier die patch staan, die ik dus bij de AliExpress had gekocht. Maar ik wil eigenlijk even een setje erbij, want ik heb nu één zo'n leeg die. Vind ik niet zo. Dus ik wil eigenlijk even eentje bij bestellen nog. Maar dat past hier dan mooi. De bloemetjes staan er ook nog steeds. Ik heb ze op de slaapkamer gezet. Ze gaan alleen een beetje hangen. Dat is jammer. Ik heb er wel wat water bij gedaan. Maar de katten gaan eraan knagen als ik ze in de woonkamer zet. En dat is gewoon heel jammer. Dus ik heb ze nu maar gewoon in de slaapkamer gezet. Maar ik ga ze zo even wegzetten omdat ik die ga poetsen. En ik wil gewoon niet dat hun bij bloemen kunnen of wat dan ook. Zo,
was warmer dan ik dacht, maar ik heb het wel weer allemaal klaar. De slaapkamer is weer heerlijk schoon. Mijn bed is verschoond. Ik zie dat er een foto is gevallen. Die moet zo weer eventjes rechtgezet worden. Het was wel fijn om alles weer even te doen. Het voelt weer lekker fris aan. Dus vanavond lekker weer slapen in een schoon bed. Dus dat is altijd wel heel fijn. Het is alleen een heel klein... Oh, nou, dat zal aan mij liggen. Vliegje in de slaapkamer. Dus die moet ik nog wel even zien te pakken te krijgen. Want dat vind ik nooit zo'n fijn idee met slapen. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond begint het nieuwe seizoen van Flikker Rotterdam. En daar heb ik echt onwijs veel zin in. Dat vind ik ook altijd echt. Dat zijn programma's, daar kijk ik echt naar uit. Dus ja, echt heel veel zin om daar weer naar te gaan kijken. Ik ga nog even gamen. Ga ik mijn video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Dan ga ik weer verder met Virgin River en CMC kijken. En dan hoop ik weer even lekker verder te kunnen met het lezen van mijn boek. Weer dat klepje is los. Misschien moet ik hem eraf halen. Dat is niet zo heel handig. Ik kan hem er wel weer op aanklikken, maar hij laat steeds een beetje los. Dus dat wordt verder eigenlijk ook de avond. Ik ga nu verder niet zo heel veel meer doen dan dus eventjes in de relax modus. Want ja, ik heb het wel warm gekregen. Ik ben ook best een beetje moe van alles weer doen. Maar dat komt wel weer goed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ja, ik ga nu gewoon eventjes lekker in de relax modus. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 16 september. Ik ben klaargemaakt. Het is vandaag 25 graden. Ik keek even bij het weer. Dan zie ik dat het morgen 23 wordt. En ook alweer heel veel kans op regen. Dus wat dat betreft is het alweer veranderd. Al zei dus op het nieuws dat het morgen ook nog 25 graden werd. Ik heb de boel maar bewust dichtgehouden. Want ik ga heel even checken. Hoeveel graden is het hier binnen? Ja, 24. Dus dan zou ik de warmte weer wat meer naar binnen halen. Dus ik laat hem nu eventjes mooi dicht. Gisteravond, ik heb weer gekeken naar Flikker Rotterdam. Ik moet wel zeggen, ik had even moeite om er weer in te komen. Want er zit natuurlijk altijd best wel lange tijd tussen voordat het weer op televisie komt. En ik begreep er in eerste instantie nog niet zo heel veel van. Gelukkig kwam het later wel iets meer terug. Maar er waren nog steeds wel wat vraagtekens waar ik niet achter kwam. En mijn moeder had het eigenlijk ook wel. Dus dat was een beetje lastig. Maar oké, ja, ik ga het de komende afleveringen allemaal wel zien. Daarna heb ik nog eventjes gegamed en toen ben ik mijn video in elkaar gaan zetten en een blogpost gaan schrijven. En dat was echt heel vervelend. Ik had alles geschreven. Voor mensen die het niet weten, ik heb dus naast dat ik YouTube doe ook nog een beautyblog waarin ik dus blogpost schrijf over make-up producten, wat ik daarvan vind. En schrijven is altijd wel iets geweest wat ik op zich wel goed kon. Nederlands was ook wel een van mijn betere vakken op school. En eigenlijk zodra mijn vingers het toetsenbord raken, ja, komt de tekst gewoon zo eruit, zeg maar. Daar hoef ik ook eigenlijk niet heel veel na te denken en weet ik gewoon wat ik wil schrijven. Maar ik had alles geschreven en ik moest alleen de foto's nog inplakken. Toen ben ik even wat drinken gaan halen en ik kom terug en alles is weg. En daar had ik echt letterlijk 1,5 uur aan gezeten. Nee, korter, 1 uurtje aan gezeten. Dus ik kon weer opnieuw beginnen en dat was echt wel super vervelend. Helemaal omdat het een wat groter artikel was, omdat het om een limit of een trend editie ging. Daar had ik wat meer producten van. Dat vond ik echt niet leuk. Ik wil even kijken wat Tijgertje aan het doen is. Nou, die zit op de kattenbak. Dus dat was even minder. Uiteindelijk heb ik het allemaal wel afgekregen. Toen ben ik Virgin River gaan kijken, wat wel heel spannend was. Ik heb wel weer zin om door te kijken. Toen heb ik nog even CMC gekeken en toen ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik mijn boek gelezen, dus dat was eigenlijk allemaal prima. Vandaag op de planning, ik wil even die keukenrolhouder gaan ophangen. Want ja, nu kan die eindelijk aan de muur. En dan ja, ben ik ook gelijk weer wat dingen uit mijn la kwijt, omdat er ook... folie in kan. Dus dat wil ik doen. Ik ga even verder met het kaartje maken voor mijn moeder. Dat ga ik jullie maandag eventjes laten zien wat ik aan het maken ben. Vind ik wel eventjes zo, want maandag moet ik toch poetsen. Dat is altijd een beetje onhandig met filmen. Dus dan kan ik jullie dat maandag eventjes laten zien. En ik wil eigenlijk nog even mijn blog en YouTube boek een beetje bijwerken. Dus dat is eigenlijk de planning. Dus ik houd het een beetje rustig aan. Ik heb ook een beetje lichte hoofdpijn. Dus ja, ik doe het gewoon een beetje rustig aan. Maar ja, dat is eigenlijk wat ik ga doen. Dus ik ga jullie gewoon weer eventjes meenemen. Dus
Ja, tijd om eventjes weer aan de gang te gaan. Ik ga even muziek aanzetten en dan kan ik door. Ik heb even de doos erbij gepakt. Mijn huis gaat er nu net even voor zitten. Dan ga ik hem eerst even uitpakken om te kijken of er al schroefjes bij zitten. Dan zie ik ook dat ik meteen nog groot of dit is. We hebben hier allereerst... Oh, dit is er. Nou, dat is die. Ja, we hebben al schroefjes erbij en zelfs plugjes. Dat is top. Zelfs twee keer. Even kijken hoor, want dit is er helemaal ingedrukt. Dan staat er natuurlijk ook wel een beschrijving bij. Ja. Oh, die is alleen zeker hoe het werkt, of niet? Nou, even kijken. Ja, joh, ga er lekker bij liggen. Ik zie hier aan de achterkant nog iets zitten. Hoe ga ik dat er alweer uitkrijgen? Ik denk niet dat we het heel handig hebben gedaan. Uit of zo. Nee, dat is niet. Ja, kijk, dit gaan ze dan hierin doen en dan krijg je er voor geen meter uit. Oh. Nou, even prutsen. Dus je kunt hier nu gewoon zeg maar dit zo afsnijden. Dat druk je in en dan snij je zo. Nou ja, dan heb je er een randje af. Dat is echt top. Keukenrol was eventjes een dingetje maar hangt. Dus ja, plastic zit eraan. Ik vind het heel handig. En even een dikke shout-out naar deze onwijs handige set die ik van mijn verjaardag heb gekregen. Deze schroevendraaier werkt ook echt fantastisch. De hamer ook, maar ik heb net eventjes de schroeven ingedraaid. Met die schroevendraaier, je hebt gewoon echt allerlei bitjes. Dus, en hij, als het ware, wordt hij gewoon echt... hij zuigt zich echt vast aan de schroef. Dus echt ideaal. Echt supergoed cadeau was dit. Zo, klaar. De klusjes die ik wilde doen zijn gedaan. Ik ben zo blij dat deze hanger nu, of deze... hoe moet ik het noemen? Dat ding hangt in de keuken. Ik noem het maar even dat ding, want ik kom niet op een juist woord. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik heb hem al meteen gebruikt. Dat werkt echt fantastisch. Even lekker verder gaan. Het kaartje van mijn moeder ging nog niet helemaal zoals ik het wilde. Maar dat komt goed. Ik kan er morgen ook nog even mee verder tijdens Ajax. Ik verwacht niet tot dat heel bijzonder gaat worden. Maar het was wel eventjes lekker. Ik heb ook even het blog en YouTube-boek bijgewerkt. Alleen ik dacht dat ik september al had opgestart. En dat had ik nog niet. Dus ik heb nu alles gewoon even ingevuld. Maar dat ging eigenlijk ook best wel lekker. Nu even stempeltjes nog schoonmaken, die drogen even. Dan kan dat allemaal weer terug, want dat heb ik dan niet meer nodig. Ik denk wel dat het een leuk kaartje wordt. Dus ja, op zich was het allemaal wel lekker. Ik denk toch dat ik eventjes... Ik had een blaadje gemaakt die erop komt. Ik denk dat ik daar eventjes een leuk patroon in ga persen met mijn machine. Dus ja, dat komt allemaal wel goed. Maar dat gaan jullie dan allemaal nog wel een beetje zien. Ik denk dat ik morgen dan gewoon nog even verder ga zoals ik zei. Katten hebben net lekker een eten op, dat is ook fijn. Mijn heating tool is nog even aan het afkoelen, die heb ik gebruikt net bij het maken van het kaartje. Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik strakjes lekker douchen. Ik had mijn haar toch maar even opgestoken, want het zat een beetje in de weg. Vanavond kijk ik weer naar de Alles Kunnen Vips, vind ik altijd wel leuk.
Je hebt Ik hou van Holland en dat vind ik wel leuk, want Donnie doet mee. Maar het is wel grappig, want Donnie doet dus ook mee bij het jaar... Oh, wat een jaar. Maar dat heb ik opgenomen. Dat ga ik later allemaal terugkijken. Ik denk dat ik nog even ga gamen. Dan ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Dan ga ik Virgin weer verkijken en CMC. En daarna ga ik lekker mijn boek lezen in bed. Ik ga nu wel de camera opladen, want die is hartstikke leeg. Want ik denk dat die ieder moment kan uitvallen. Maar het was wel lekker een productief middagje. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Ik moet heel even checken welke datum het is. Volgens mij is het de 17e. Dat klopt. Ik heb net de stream aangezet. Want Ajax die gaat zo spelen. En ik had verwacht dat het op de gratis zender zou zijn. Maar dat is dus niet het geval. Dus we hebben een stream. We hebben net een minuut stilte gehouden. En waarom dat is, weet ik niet. Zou jij niet op mijn shirt willen gaan staan? Dankjewel. Ik heb dat dus net gemist, maar ik heb het idee dat het misschien voor Marokko is. Want er stond ook onder in beeld steun Marokko en Libië met het Rode Kruis. Dus ik denk dat het daarvoor is. We spelen tegen Twente. Ik heb geen hoge verwachtingen. Ik denk dat we dit kaart gaan verliezen, maar we gaan het zien. Gisteravond heb ik gekeken naar de Alles Kunnen Fips en daarna Ik hou van Holland was wel leuk. Als je achtergrondgeluiden hoort, ik heb het raam en de deur openstaan zodat het wat kan doorluchten. Want het is een dagje niet zonnig. Het is niet de temperatuur die het zou zijn volgens het weerbericht. Maar ik vind het wel lekker en er zou ook regen kunnen vallen. Er is al wel, het heeft al wel geregend, maar nou ja, goed, we gaan het zien. Ik heb nog even een game gedaan gisteren, maar daar kwam ik weer niet doorheen. Ik was er echt bijna, toen kon ik niet meer verder. Dus dat was een beetje vervelend. Toen heb ik de vlog in elkaar gezet. Toen ben ik nog even bezig geweest met een persbericht. Die hoop ik vanavond nog even af te krijgen, zodat hij nog online kan. Toen ben ik Virgin weer gaan kijken, wat weer mooi was. En daarna weer CMC. En toen ben ik lekker naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Dus dat was allemaal wel lekker. Ik ga wel even zo de groenten afhalen en ik probeer nog even verder te gaan met het kaartje ondertussen als ik Ajax kijk. Want ja, ik heb een stream die zal ook regelmatig weer vastlopen. Ik ga ook even foto's maken en ja, dat is het dan ook wel. Dus dat zal ik straks nog even laten zien. Maar nu eerst maar eventjes ook nog even stofzuigen en kijken naar Ajax. Dus ja, laten we hopen dat het winst wordt, maar ik ga er niet vanuit. Maar nou ja, goed, dat is eigenlijk voor vandaag een beetje de planning. Zo, ik heb even fotospullen gepakt. Het staat inmiddels 2-1. Ajax staat achter. Dat was natuurlijk te verwachten. Ik heb hier een luchtje van Sentio van XOXO. En die ga ik proberen. Vind ik wel heel schattig. Dus daar ben ik nieuwsgierig naar. Dan heb ik hier de Hydro Matte Lipsticks van Essence. Ik heb ze in 7 kleuren. Ik ga de kleuren nou niet allemaal los opnoemen. Maar ik zet ze gewoon even naast elkaar. Dus ja, hier ga ik ook even mooie foto's van maken. En hier de Jungle Book Face Palettes heb ik. En hier ga ik ook nog eventjes een video over maken. Want ze zijn online nog steeds te koop. Dus ik moet alleen even deze stickertjes eraf halen. Want dat ziet er natuurlijk niet zo mooi uit. Dus hier ga ik even foto's van maken. Zo, ik heb het toch nog best wel warm gekregen. Ik heb inmiddels mijn shirt, ik had mijn shirt eronder. Maar ik heb mijn eigen shirt maar weer uitgetrokken. Zwaar verloren. 3-1. Ja, ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Deze ploeg is gewoon niet in orde. Ja, hier gaat nu al zoveel. Het is wel de eerste keer dat Ajax verliest. Maar eigenlijk vind ik gewoon Ajax moet dit soort wedstrijden wel kunnen winnen. Je ziet gewoon echt dat die ploeg niet op elkaar ingespeeld is. En aangezien we echt nog 2 flinke wedstrijden voor de boeg hebben. We hebben nog Marseille en daarna komt Feyenoord. Vrees ik dat dit niet goed gaat komen. Maar dan moeten we maar gaan zien. De foto's zijn in ieder geval gemaakt. Dus die zijn lekker klaar. Dus ik moet alleen nog importeren. Maar ik moet ook eventjes de batterij opladen. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon Miljoenenjacht. Wel zin in. Wat heb je nog meer? Eigenlijk niks wat ik leuk vind. Dus ik denk dat ik nog even ga gamen. Misschien nog iets terugkijken. Ik moet even kijken. Ik wil dus nog even dat persbericht afmaken. Dan ga ik mijn foto's bewerken en Virgin River kijken.
Daarna nog box, maar ik denk dat dat ook de laatste is. En dan ga ik lekker weer mijn boek lezen. Ik dacht dat ik de ventilator zo even aandoen. Ik heb het toch best wel warm. Het waait ook niet echt door. Het is een heel licht windje, maar de temperatuur is even goed en best wel warm. Ik zal eens even checken hoeveel graden het is. Even kijken hoor. Het is 23 graden. Maar ja, het is nu wel droog. Het schijnt nu ook niet meer erg regenachtig te worden. Dus we gaan het wel zien. Ik ga nog even het laatste dingetje opruimen. Dan ga ik eventjes lekker relaxen. En dan ga ik jullie gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan ja, eventjes lekker in de relaxmodus. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is volgens mij, dan moet ik heel even checken hoor. Ja, het is 18 september. Ik ben klaargemaakt. Ik ben een beetje verkouden. Ik slaap ook nog steeds wel met de ventilator, omdat ik merk dat ik het toch nog wel prettig vind. Dus ja, het is wel lekker afgekoeld. Ik denk dat ik zo het raam nog even openzet. Ik merk wel dat er een goed windje staat, want ik was even op de slaapkamer net en toen hoorde ik zeg maar de wind zo door het raam een beetje heen komen. Dus ik had wel gezellig geluid. Gisteravond heb ik nog even gebeld met Nathalie. Was wel even leuk, even bijgekletst. Niet heel lang, want ze moest ook weer naar Yara toe. En daarna heb ik miljoenenjacht gekeken. Ja, deze man die had echt wel heel veel geld gewonnen. Die durfde echt wel risico's te nemen. Ik dacht op een gegeven moment zo, dan ging dat klepje weer dicht. En dacht ik van nou, die durft wel. Daarna had je het roer om en ik dacht eigenlijk dat het een herhaling was. Want ze hadden een programma, dat heette You Never Walk Alone. Maar dat liep waarschijnlijk weer niet, want dat hebben ze nu weer van dat tijdstip weggehaald. En zenden ze later uit. Ik heb het nooit gezien, het leek mij niet heel interessant. Maar nu zonden ze het roer om uit en bleek toch een nieuwe aflevering te wezen. En ik kende hem ook nog niet. Ik heb nog heel eventjes gegamed en toen ben ik mijn foto's gaan bewerken voor mijn blogpost. Ik heb ook het persbericht nog online gekregen van Essence, dus dat was fijn. Toen ben ik Virgin weer gaan kijken, maar volgens mij heb ik er nog twee afleveringen of zo, dan ben ik er doorheen. Op de achtergrond hoor je muizen lekker op de kattenbak zitten, maar die krijgen zo een schone bak. Nou ja, toen heb ik nog eventjes mijn... de serie Box gekeken. Toen ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Ik denk dat ik er vanavond wel uit krijg. Dat ik een beetje doorlees. Maar ik merk zo dat ik mezelf in dit boek verlies. Zeg maar dat ik er zo lekker in zit. Dat ik de tijd soms een beetje uit het oog verlies. Dat ik ineens denk, oh, ik moet nu toch wel echt naar bed. Of slapen, sorry. Want ik lig al in bed natuurlijk. Ik ben lekker verwarrend. Ik heb mijn nagels ook gedaan. Dat is een donker kleurtje. En dat is dit lakje. Dat is ook al een oudje. Deze kwam uit een limited editie Pure Simplicity. En dit is de kleur Moody Plum. En ik vind hem wel leuk. Dus die heb ik ook weer een keertje aangebracht. Ik ga zo gewoon eventjes de bakken doen. De douche en de gang. Ik ga even een was aanzetten. En ik ga jullie even laten zien wat voor kaartje ik heb gemaakt van mijn moeder. Ik heb niet alles in beeld. Maar ik laat uiteraard ook even het eindresultaat zien. En er is een pakketje bezorgd. Die ga ik jullie ook even laten zien. Dat is namelijk een plankje voor het gedenk. Dat gedenklampje, zeg maar, van mijn opa. Daar heb ik een plankje voor gevonden die me geschikt leek. Dus die is binnengekomen. Die zal ik jullie eventjes laten zien. Ik denk dat ik hem pas volgende week ga ophangen. Want deze week is een beetje, ja, er moet veel gebeuren. Ik merk dat ik zelf ook niet helemaal fit ben. Dus dan ga ik het volgende week eventjes doen. Maar ik zal hem in ieder geval eventjes erbij pakken om te laten zien. En dan kunnen jullie gaan kijken hoe ik het kaartje van mijn moeder heb gemaakt. Dus dat is eigenlijk eventjes de planning. Nou, dit is de doos jongens. Het is ook echt meer doos dan plank volgens mij. Maar ik weet ook niet hoe groot die is. Ik heb hem besteld bij de H&M. Ik had hem gezien en hij kostte normaal 19 euro. 19,50 zoiets. En dat hield me eigenlijk een beetje tegen. Maar nu zag ik dat ik een kortingscode had voor mijn verjaardag. Toen ging er sowieso korting vanaf. En ik kon een dubbele kortingscode gebruiken. Waardoor ik in totaal voor die plankje nog 10,50 euro kwijt was. Maar nou willen we natuurlijk ook even zien hoe die eruit ziet. Ik vind die doos wel een tikkeltje overdreven. Maar goed. De oude papierbak zal er blijven zijn. Oh, oh, het is ook nog best wel een grote doos, jongens. Plastiek. Nee, oké. Okay. Ik neem mijn woorden terug. Het is ook wel een grote doos. Ik pak maar even hier, want dat... Oh,
Jasmin in verschillende kleuren. Ik ga hem even proberen open te maken. Ik hoop dat het lukt, maar en ik heb uiteindelijk gewoon voor een zwarte gekozen, want je had ook rood. En ik dacht, nou ja, je kijkt natuurlijk ook een beetje wat er bij je interieur past. Natuurlijk wil dat weer niet. Nou, zo. Het lukt gewoon. Kijk, dit is het plankje. Dit is het plankje. Oh, er gaat er eentje vandoor. Kijk, dit komt dan op de muur. Het is je hangt hem hier aan op. Maar ik vind het fijn dat hij randjes heeft. Dus dan kan hier heel mooi dat dingetje op staan. Ik heb nog steeds, het is niet iets waar je snoer bij weg kan werken. Maar ik heb daar wel een idee voor. Dus die heb ik binnengekregen. Die ga ik dus, zoals ik zeg, nog heel even wegzetten. Want ik ben er gewoon nu nog eventjes. Deze week kom ik er niet aan toe. Dus dan kan ik het volgende week even doen. Maar dat is even het plankje die ik dus heb gekocht om het gedenklampje van opa op te zetten. Ik heb spullen gepakt om een kaart te gaan maken voor mijn moeder. Ik ga een watervalkaart proberen. Ik ga het gelijk ook moeilijk aanpakken. Ik heb een tutorial gevonden op YouTube. Waarin het duidelijk wordt uitgelegd. Dus ik heb hier wat spullen pakken, neergelegd, sorry. En ik ga jullie daarin meenemen. Ik weet niet of het helemaal goed gaat komen, maar we gaan het zien. Ik ben wel benieuwd. Thank you.
Ik zal natuurlijk nog even het kaartje laten zien. Dit is hem dus geworden. Ik heb een achtergrondje bedrukt met mijn machine. En het is dus een watervalkaart geworden. Het is niet helemaal perfect, maar voor een eerste keer ben ik wel tevreden. Hier hoort een touwtje aan. Ja, ik heb gewoon een draadje van de naaibox gepakt. Ik heb niet echt goed touw. Maar zo ziet het er dan uit. Als je er heel voorzichtig aan trekt, gaat hij zo open. Dit is dus het watervalkaartje wat ik heb gemaakt. Daar ben ik dus mee bezig geweest. Dus ik heb het idee niet zelf bedacht. Het idee komt ook gewoon van YouTube. Maar ik denk dat het voor een eerste keer prima gelukt is. Dus de afmetingen kloppen niet helemaal. Hij had iets groter gekund. Maar misschien dat ik hieronder nog iets doe. Maar misschien laat ik hem zo dat het zo lekker rustig is. Maar zo ziet hij er dus uiteindelijk uit. Zo, ik ben lekker klaar. Ik heb het uiteindelijk toch nog best wel warm gekregen. Ik heb de badkamer met de puntjesstufpasta gedaan. Ik had best wel wat plekken die ik niet wegkreeg. Die heb ik met een tandenborstel met puntjesstuf gedaan. En even laten intrekken. En die plekken zijn nu ook weg. Dus dat is wel heel lekker. Dus dat is ook allemaal helemaal goed schoon. Dat spul werkt echt wel heel goed. Ik vind die pasta wel echt fantastisch. Mijn moeder die heeft een spray ervan. Die vindt het niet fantastisch. Maar die pasta werkt echt wel heel goed. Bakken zijn lekker schoon. Nou, de was die draait nog, maar die zal zo ook klaar zijn. Dan kan die ook lekker opgehangen worden. En ja, dan is alles in ieder geval weer lekker klaar. Dus dat is wel weer heel fijn. Wel een beetje weer hoofdpijn. Ja, toch wel druk geweest. Toch wel een beetje warm. Maar goed, het komt straks wel goed. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon weer Goede Tijden naar Chateau Meiland. Ik denk nog even gamen. Dan ga ik de video van morgen in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Verder met Virgin River en Box. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. En ik hoop dat ik hem uitkrijg, want ik stopte wel echt op een heel spannend punt. Dus ja, superleuk. Ik ben in ieder geval wel weer tevreden met alles wat ik heb kunnen doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Eventjes lekker relaxen, want ja, ik had niet verwacht dat het toch nog zo warm zou zijn. Maar goed, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is vandaag 19 september. Ik ben klaargemaakt en het is vandaag Prinsjesdag. Ik weet nooit hoe laat die troonrede wordt voorgelezen, maar 9 van de 10 keer begrijp ik hem toch niet. Dus ik wacht wel op het nieuws vanavond, waarin wordt verteld wat er gezegd is. Ik kijk even naar de keuken, want muis is met een toiletrolletje aan het spelen. Die moet ik nog even opruimen. Ik heb er ook niet hele hoge verwachtingen van. Want kijk, het is heel leuk de plannen die nu bekend worden gemaakt. Maar over een paar maanden hebben we natuurlijk een nieuw kabinet. En ja, wie zegt dat die plannen meegenomen worden? We zijn nu demissionair, dus ja, er kan nog zoveel veranderen. Dus ik ga niet echt ervan uit dat het heel erg
Ja, lang stand zal houden. Ik weet niet of daar nog veranderingen in aangebracht mogen worden. Maar ja, de partijen die zich verkiesbaar stellen, dat wordt ook niet heel veel volgens mij. Maar goed, dat moeten we allemaal maar gaan zien. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en naar Chateau Meiland. En daar had ik toch wel wat irritatie, merkte ik. Ze hebben natuurlijk dat pensioen en dat betekent dus dat ze 's ochtends het ontbijt doen. In dit geval deden Erika en Maxime het samen. Nou ja, dat is al vrij vroeg in de ochtend. Maxime heeft geen oppas voor haar twee kinderen. Ze heeft een hond. De hond die gaat ook mee. Dus iedereen gaat mee naar dat pension toe. Die kinderen lopen continu achter haar aan. Die hond ook. Maar die hond die komt ook steeds in de ruimtes waar de mensen dus gaan ontbijten. Wat ik gewoon helemaal niet hygiënisch vind. Want ja, ik bedoel, we weten allemaal denk ik wel hoe dat werkt. Een huisdier verliest haren. En dat is niet erg, maar ik vind dat dus niet hygiënisch als je in een ruimte komt waar mensen moeten ontbijten en helemaal als je gasten hebt. Vervolgens wil die dochter, die wil alleen maar bij haar, dus zij gaat verder niks meer doen. Ze gaat erbij zitten, je ziet er een keer een broodje eten, dan denk ik, wat doe je er eigenlijk? Zo kan ik ook mijn geld verdienen, weet je wel. Ja, ik vond dat echt onwijs irritant. Ik merkte ook wel aan Erika dat zij het ook niet heel prettig vond. Maar ja, goed, hè. Het zijn dan ook alweer je kleinkinderen. Maar ja, ik bedoel, ja, als je het niet voor elkaar krijgt, doe het dan niet, denk ik dan. Maar goed, dat was mijn mening. Dus ik kan me voorstellen dat als iemand die zeg maar van die hygiëne is bij bedrijven of in keukens. Hè, denk aan een Rob Geus van de Smaakpolitie, dat die er niet vrolijk zou van worden. En ik heb ook het idee dat als daar iemand binnen zou komen die dus de boel controleert qua hygiëne, dat het er niet goed uitkomt, denk ik. Omdat er dus inderdaad ook gewoon huisdieren rondlopen. Maar goed, dat is mijn bedenking daarin. Ik heb nog even gegamed en toen ben ik mijn video in elkaar gaan zetten en mijn blogpost gaan schrijven. Daarna ben ik Virgin weer gaan kijken en ik heb het vermoeden dat ik vanavond al de laatste aflevering heb. Daarna heb ik Box gekeken, dat was ook de laatste aflevering. Dus ik ga vanavond even kijken wat er weer op Videoland staat, wat ik eventueel wil weer gaan zien. En daarna ben ik naar bed gegaan, heb ik mijn boek uitgelezen. Dus ik mag ook een nieuw boek starten vanavond. Dus het was echt een heel mooi boek. Kon het ook niet wegleggen, maar dat had ik van de week ook al verteld. Ik ga zo meteen eventjes lekker de boel stofzuigen en de bakken scheppen. En daarna ga ik een video opnemen en nog even diamond painting doen. De wind die waait heel hard, want je hoort hem echt gewoon door het huis razen. En dat vind ik altijd zo'n gezellig geluid. Ik word daar altijd gewoon heel blij van, omdat je dat gewoon hoort. Ja, vind ik heel lekker. Maar goed, ik ga even wat doen, dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. De katjes hebben hun eten net lekker weer op. Ik heb nog even lekker diamond painting gedaan, dus dat ging wel lekker. Het opnemen van de video ging een stuk minder goed dan ik had gehoopt. Het was eigenlijk echt wel een flop, maar ik ga hem wel gewoon online plaatsen. Omdat ik het ook wel belangrijk vind om te laten zien dat niet alles in één keer goed kan gaan. En oefening baart kunst denk ik dan ook, maar dat zullen jullie in de video van zaterdag wel gaan zien. Nou, net weer eventjes een beetje opgeruimd. Nu ga ik soms eventjes lekker relaxen en dan straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je weer Goede Tijden en Vier Handen op één Buik, dus dat ga ik wel weer kijken. Jij nog wel even een game doen en dan ga ik de vlog maar afmaken. Dan is dat ook weer klaar. Dan ga ik de foto's bewerken. Ik hoop dat dat allemaal lukt.
Virgin weer verkijken. En ja, eventjes kijken of ik dus nog iets op Videoland vind. Dus ja, dat komt allemaal ook wel weer goed. Ik zie hier iets liggen. Oh nee, ik dacht even dat het een stintje was van de diamond painting. Maar dat was niet zo. Het was een stukje kattengrit. Dus dat wordt eigenlijk de planning. En dan vanavond nog een nieuw boek uitzoeken. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat de rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!